Honderden zeeschepen worden jaarlijks gedumpt op de stranden van India, Pakistan en Bangladesh. Dit is het grootste scheepskerkhof ter wereld. De milieuvervuiling is enorm en de gevaren voor de slooparbeiders zijn berucht. Dus daar gaan de branders erin en er vallen zeker doden bij. Zembla krijgt een onthullend dossier in handen over misstanden bij de sloop van een tanker. Het gaat om een schip van het Nederlandse miljardenbedrijf SBM Offshore. Dit is gevaarlijk afval, ja. We reizen de tanker van SBM achterna naar India. Maar als we bij het schip proberen te komen, stuiten we op tegenwerking en angst. Zembla onderzoekt de sloop van een gifschip en de handelswijze van een Nederlandse multinational. Iske wajah se hum bimar pad jate hain. Sehat pe jaise sharir ke andar khansi aati hai. Why did SBM expose Indian yard workers to these dangerous levels of mercury, sir? There is no issue the way you describe it. At SBM Offshore, we believe the oceans will provide the world with safe, sustainable and affordable energy for generations to come. SBM Offshore is een Nederlands miljardenbedrijf. Begonnen als scheepswerf in Schiedam, is SBM tegenwoordig een beursgenoteerde multinational. SBM Offshore maakt dit drijvende olieterminals die op diepe zee olie naar boven pompen, raffineren, opslaan en er komen kleine tankers langs zij en die nemen de olie mee. SBM is marktleider in de offshore-industrie. Maar in 2014 raakt het imago van het bedrijf ernstig beschadigd. SBM Offshore heeft bewijzen gevonden voor omkoping in Afrika. Niet alleen in Afrika betaalde SBM steekpenningen. Een intern onderzoek toont aan dat het bedrijf wereldwijd betrokken was bij systematische corruptie. De directie probeert de schade te beperken en de zaak in de doofpot te stoppen. Maar dat mislukt doordat een klokkenluider de informatie aan justitie overhandigt. I knew all about the company's business practices and its endemic corruption. I either had to play along with what was the early signs of a cover-up, which I wasn't prepared to do. I cared for my liberty. Or leave. SBM betaalt aan het Openbaar Ministerie $240 miljoen, zo'n €190 miljoen. Schikkingen voor honderden miljoenen in Nederland, de Verenigde Staten en Brazilië zorgen dat SBM rechtszaken ontloopt. Volgens de directie heeft het bedrijf zijn leven gebeterd. Vanaf 2012 is het heel duidelijk dat wij een transparant bedrijf zijn waarin geen steekpenningen worden betaald. Maar de affaire blijft het bedrijf achtervolgen. De voormalige hoogste baas van SBM gaat in 2018 een Amerikaanse gevangenis in. SBM doet er alles aan om zijn reputatie op te poetsen, zoals blijkt uit deze bedrijfsfilm. And we are committed to safety, quality, compliance and sustainability. Maar bij dat nieuwe imago blijken vraagtekens te plaatsen. Een jaar geleden krijgt Zembla een belastend dossier over SBM in handen. Dat gaat over een oude tanker van het bedrijf die gesloopt wordt, de Yetta Gun. Bij de sloop zouden grote misstanden plaatsvinden. Het schip zou ernstig vervuild zijn met kwik. Heel vaak zie je dat er te weinig rekening gehouden wordt met de gevaarlijke en de potentieel gevaarlijke stoffen aan boord. Tom-Peter Blankenstein is een bekende naam in de maritieme wereld. Hij adviseert bedrijven bij de sloop van oude zeeschepen. Tankers zoals de Yetta Gun bevatten veel giftige stoffen. Daarom worden ze bestempeld als zwaar chemisch afval. In Europa gelden daarvoor strikte sloopvoorschriften. Dat reguleert ook dat schepen alleen maar vervoerd mogen worden en gerecycled mogen worden op werven die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie. En die werven moeten aan hele strenge regels voldoen? Die moeten inderdaad aan hele strenge regels voldoen. Maar het duurzaam slopen van zeeschepen kost veel geld. Geld dat rederijen liever in hun zak lijken te houden. Ze krijgen een hoger bedrag voor het staal van hun oude schepen als ze die naar Azië brengen.
90% van de schepen, vandaag de dag, die komt terecht op de stranden in India, Pakistan en Bangladesh. Ook SBM dumpt de laatste jaren minstens 4 schepen in India en Bangladesh. Eén van die schepen is de Yetta Gun. Op de sloopstranden van Azië wordt nauwelijks rekening gehouden met het milieu en de veiligheid van arbeiders. Volgens het dossier dat we van onze bron krijgen, vormt het kwik in de Yetta Gun een groot gevaar voor de slopers. Dat kwik is afkomstig uit een gasveld bij Myanmar, waar de tanker bijna 20 jaar boven heeft gelegen. Dat kwik wat in die tankers terechtkomt, dat blijft vaak achter in die schepen. Dat kwik dat hecht zich aan het staal en gaat vaak in de poriën zitten in het staal. En dat blijft zitten en dat bouwt dus steeds verder op. Toxicoloog Job Schreuder deed veel onderzoek naar kwik, onder meer in aardgas. Hij leest het dossier en beoordeelt de risico's voor de slopers. Zodra het gaat verhitten, komt dat dus heel snel los in korte tijd. En dan zullen de mensen die daar dus werken met bijvoorbeeld snijbranders, die kunnen dat dan inademen. Als je die gassen inhaleert, ja, dat kan een gigantische zeg maar, beschadiging aan hersenen, nieren veroorzaken. Dat mag je mensen gewoon niet aandoen. In sommige gevallen kan het inhaleren van kwikdamp zelfs dodelijk zijn. Kwik is zo gevaarlijk dat er een speciaal VN-verdrag bestaat dat landen verplicht om het uit het milieu te halen. Het Minamata-verdrag. The Sanitation Office of Minamata City began receiving reports of an unknown epilepsy-like affliction, which has since become known as Minamata disease. De inwoners van de Japanse plaats Minamata eten vis uit een nabijgelegen baai. Na verloop van tijd worden ze ziek omdat een lokaal bedrijf grote hoeveelheden kwik in het water loost. Dat komt omdat het centraal zenuwstelsel is aangetast. Maar je hebt ook effecten op de ongeboren vrucht, dat de kinderen ontwikkelingsachterstand kunnen krijgen. Vanwege de giftigheid gelden in veel landen tegenwoordig strikte regels voor het opruimen van kwik. Wereldwijd zijn er maar 4 bedrijven die aan de strengste normen voldoen. Eén van die bedrijven is het Nederlandse BMT. We mogen langskomen bij hun kwikverwerkingsinstallatie in Groningen. Waar komt dat kwikhoudende afval allemaal vandaan wat jullie hier verwerken? Voor een heel groot gedeelte is dat de olie- en gasmarkt, en dan met name nog de gas. Wij destilleren het kwik eruit en dat wordt uiteindelijk in gecertificeerde vaten in de Duitse zoutmijnen opgeslagen voor permanente opslag. En als dat in een tanker terechtkomt, dat kwik, zouden jullie dat dan kunnen reinigen? Ja, wij kunnen dat reinigen. Dus het staal kun je schoonmaken. Om te zorgen dat het residu wat daar vanaf komt weer op de juiste manier verwerkt wordt en dus niet in de natuur verdwijnt. En dat kan je eigenlijk alleen maar op een veilige manier doen in een fabriek als deze? Ja, die laatste stap. Ja, die laatste stap moet je absoluut op deze manier doen. En een strand opvaren? Ja, dat zou ik niet doen. Nee. Een tanker met kwik moet je niet op een strand slopen. Waar heeft SBM de Yetta Gun naartoe gebracht? Op internet vinden we websites met satellietgegevens van schepen. We kunnen de route van de Yetta Gun dus precies reconstrueren. Op satellietfoto's zien we dat de tanker naar India is gevaren, naar het strand van Alang. Nergens ter wereld worden zoveel zeeschepen gesloopt als in Alang. Over een lengte van 10 kilometer liggen meer dan 150 sloopwerven. Jaarlijks vinden hier honderden schepen hun einde. Ze worden met snijbranders en met de blote hand uit elkaar gehaald. Blankenstein is in Alang geweest en heeft de gevolgen voor het milieu met eigen ogen gezien. Het schip ligt half open in de vloedlijn. Dus eb en vloed komt 2 keer per dag komt dat voorbij. En dat gaat gewoon in de structuur van dat schip. Dus daar worden stoffen in en uit gewassen en wordt keurig schoongespoeld. Dat verdwijnt allemaal in zee? En dat neemt de zee neemt dat mee. Ja. Vaak vinden op de sloopwerven ernstige ongelukken plaats. Als je daar een brander in zet en gassen komen daarbij vrij, ja, dan zegt hij helaas boem. Daar zijn de nodige gevallen van bekend van de afgelopen jaren. Vallen ook doden bij? Nee, er vallen zeker doden bij. Regelmatig vallen arbeiders van grote hoogte of worden ze verpletterd onder staalplaten.
Wat je dus niet ziet is, als er gewerkt wordt aan asbest of aan kwik, meerjarige gezondheidsrisico's voor deze mensen zijn. In de afgelopen decennia zijn hier honderden doden gevallen. Vanwege de extreme vervuiling en gevaren voor de arbeiders verbiedt de Europese Unie de sloop van schepen in Alang. Maar dat verbod geldt alleen voor schepen die onder een Europese vlag varen. En dus niet voor de Jetta Gun. Dat schip vaart namelijk onder de vlag van de Bahama's. Dan hoef je niet aan bepaalde regelgeving te doen die onder Nederlandse vlag wel van toepassing is. Dus je zet gewoon een vlag van een land erop wat niet zo streng is, bijvoorbeeld als het gaat om slopen. Klopt. Dit is de Jetta Gun op het strand van Alang. Deze beelden zijn op ons verzoek begin dit jaar gemaakt door een bron in India. We willen weten hoe ver de sloop van het schip dan is gevorderd. Ja, er wordt gewoon gewerkt aan boord. Ik zie inderdaad wat mensen lopen aan boord. Grote stukken zijn er al uitgesneden. Ik kan op deze beelden niet zien of er stukken zijn afgezet met linten. Of inderdaad tanks goed geïdentificeerd zijn, zodat mensen daar niet in kunnen vallen. Deze beelden geven niet veel vertrouwen. We vragen een lokale bron om in het geheim te filmen op de werf waar de Jetta Gun wordt gesloopt. Als je de hoeveelheid rook alleen al ziet, ongeacht wat voor gevaarlijke stoffen daarin zitten, dat is al van een dusdanige zwarte rook, dat wil niemand inademen. Het valt wel op dat er met snijbranders wordt gewerkt door mensen die geen enkele beschermende voorziening hebben. We laten de beelden ook zien aan Gustaaf Biezenveld, voormalig milieuofficier van justitie. Ja, ik denk dat hier een zaak aan de hand is die heel erg gedreven is door het verlangen om met zo min mogelijk kosten af te komen van een schip en weinig zorg te besteden aan het milieu en de gezondheid van mensen. We vragen SBM wat het bedrijf heeft gedaan om slooparbeiders te beschermen tegen kwik. SBM laat schriftelijk weten: voordat het schip in India aankwam, zijn aanslag en vuil verwijderd. Het schip bevatte geen gas en er kon veilig met hoge temperaturen aan worden gewerkt. We willen weten of dat klopt. Uit de satellietgegevens kunnen we opmaken dat de Jetta Gun op een scheepswerf in Indonesië is geweest, voordat het schip naar India werd gebracht. Op Facebook vinden we foto's van deze werf. SBM laat daardoor een extern onderzoeksbureau uitzoeken hoeveel kwik er in de tanker zit. Onderzoek naar giftige stoffen is verplicht als je een schip wil laten slopen. Je moet weten wat erin zit, waar de stoffen zitten, waar het zich bevindt, zodat je dat op een veilige manier kan weghalen. En precies die meetresultaten krijgt Zembla in handen. Daaruit blijkt dat het kwikgehalte in en op het staal van de Jetta Gun extreem hoog is. Hoe dieper je komt in het schip, zie je de concentratie toenemen van de hoeveelheid kwik in het staal. Gaat het om een grote hoeveelheid kwik? Ja, de waarden die normaal gesproken geaccepteerd zijn, daar gaan deze getallen in het onderzoeksrapport die u me heeft laten zien, gaan daar soms wel 55 keer overheen. Ik vind het een goed rapport. Het is een deskundig bureau wat heel vaak van dit soort metingen doen. Je kunt het niet aan de kant schuiven? Nee. Dat kun je niet aan de kant schuiven. Naast het onderzoeksbureau wordt ook een bedrijf ingehuurd om aanslag en vuil te verwijderen. Dit zijn beelden van dat bedrijf in Indonesië. Met kwik verontreinigd vuil wordt hier uit de tanker geschept en opgeslagen in 800 van dit soort vaten. Maar daarmee zijn de problemen voor SBM niet voorbij. Het kwik in de tankwanden is niet verwijderd en dat was nu juist het probleem. Het onderzoeksbureau dat was ingehuurd om de kwikvervuiling te meten, geeft SBM een indringende waarschuwing. Ook na het leegmaken van de tanks blijft het kwik aanwezig in de wanden. Slopers die het staal verhitten, lopen grote, mogelijk zelfs dodelijke risico's. Dat betekent dat ook tijdens het sloopproces er voorzieningen moeten worden getroffen om de werkers te beschermen. Dat moet je dus niet onderschatten, dat zijn feiten de betekenis. In het rapport staan uitgebreide veiligheidsmaatregelen omschreven.
Werknemers moeten bij het slopen helemaal bedekt zijn. En hier worden serieuze waarschuwingen gegeven voor, zelfs als een schip schoongemaakt is, zorg dan dat je inderdaad de beschermende maatregelen neemt om te zorgen dat je niet extra gevaar loopt. En die zin, ja, dat staat er wel in 10 verschillende waarschuwingen in het rapport. Je kan het niet over het hoofd zien. Dat zie je niet over het hoofd. Wat heeft SBM met die waarschuwingen gedaan? Het bedrijf laat ons weten dat de arbeiders in India niet zijn blootgesteld aan kwik. Dat zou blijken uit metingen die SBM in Alang heeft laten doen. In een filmpje op de website zegt SBM bovendien dat alle werknemers voldoende beschermd zijn. Every measure was taken to make sure no worker was exposed to any mercury vapor throughout the process of disposing of the FSO. Maar hoe kan het dan dat de slooparbeiders op deze opnames geen gasmaskers dragen? Hoog tijd om zelf naar India te gaan, om de zaak te onderzoeken. We gaan eerst naar Bhavnagar, het centrum van de sloopindustrie. Hier hebben veel scheepsloperijen hun hoofdkantoor. Vanaf Bhavnagar is het nog een uur rijden naar de kust, naar Alang. Daar willen we op zoek naar de Yetagun en naar de slopers die op het schip werken. Maar in Alang wacht ons een onaangename verrassing. De toegang wordt gecontroleerd door de plaatselijke kustwacht. Hallo, sir. We are looking for permission to get into Alang. We komen niet binnen. Alang blijkt verboden terrein voor buitenlanders. But we just want to, you know, film the ship. Without permission, not allowed. Why are foreigners not allowed to get into Alang? It's a policy, but do you know the reason for this policy? Waarom buitenlanders niet worden toegelaten, krijgen we niet te horen. Er zit niets anders op dan terug te reizen naar Bhavnagar. We hebben daar een afspraak met Vinod, een journalist van de lokale krant die de sloopbedrijven al jaren volgt. Misschien weet hij waarom we in Alang werden tegengehouden. Bidesi prohibited area Alang ko isliye zahir kiya gaya. Koi bhi chota mota waardat ya chota mota hadsa hota tha, to bidesi patrakar sabse bada usko issue banate the. Aur yahan pure ke pure log aa jate hain aise jo khinch photographs lete hain, aise video lete hain. और ऐसे लोगों के पूरे विश्व में ऐसे रख देते हैं कि जैसे यहाँ कुछ रोज ऐसा होता है. Vinod blijkt het roerend met de Indiase overheid eens. Hij vindt alle negatieve aandacht voor de arbeidsomstandigheden en de milieuvervuiling in Alang maar overdreven. Alang के जो विरोधी लोग जितने परिबल थे वो उसको इश्यू बनाते हैं और पूरे विश्व में इसको बदनाम करते थे. अलंग पूरे विश्व में सबसे बढ़िया और सबसे नंबर वन अभी तक है, तो कम से कम 10 लाख लोग से ज्यादा लोगों को इस पर निर्भर रहता है. We vragen ook of er bij de krant iets bekend is over een ernstig vervuilde tanker die onlangs in Alang is gearriveerd. Maar dat verhaal bestempelt Vinod als een fabeltje. In de पिछले 5 साल में ऐसा कोई जहाज नहीं आया है. अब ज्यादातर ऑयल टैंकर ही यहां पर आते हैं. એટલે જલદ પદાર્થ કે જોખમી પદાર્થ કે તો કોઈ વાત નહીં રહેતી ઓર જાત કોઈ એસા કોઈ દેખને કે ભી જરૂરત નહીં પડતી. Het lijkt erop dat de donkere kant van de sloopindustrie buiten het zicht moet blijven. We krijgen vooral te horen dat de sloperijen een zegen zijn voor de economie, omdat ze aan heel veel mensen werk verschaffen. Op weg naar Alang passeren we honderden bedrijfjes die handelen in alles wat op de schepen los en vast zit. Reddingssloepen, touw, zwemvesten, alles wordt verkocht. How important is shipbreaking for the community of Alang? Bahut mahatvapurna. Usme kya hai, sabki rozi roti milti hai usme. Ek to pehle ye jo padha ho, anpadha ho, sabko rozi roti yahan milti. Isme to bahut hi badhiya kehta hai. Namaste. Bij dit bedrijfje wordt het staal van de schepen met gasbranders in kleine stukken gesneden. Het is bestemd voor de bouw.
Ook hier is de lucht vol van giftige dampen, maar draagt niemand een gasmasker. Wat gebeurt er als de arbeiders ziek worden van de dampen die ze de hele dag inademen? Er blijkt in Alang een klein ziekenhuis te zijn. Misschien kunnen we via de arts van die kliniek meer te weten komen over arbeiders die de tanker van SBM hebben gesloopt. We spreken af om hem 's avonds in Bhavnagar te ontmoeten. Mercury is a disastrous element and a lot of precaution has to be taken while cutting or doing handling such type of the material. Different sort of labor or different sort of people who are trained in doing those jobs should be only incorporated into that work, not any, because they should know that what they are dealing with. Maar als we doorvragen naar het bedrijf dat de Yetagun heeft gesloopt, wil de arts geen antwoord meer geven. That is another issue which I don't know, because it is a medical legal aspect. As a doctor, I cannot interfere into those matters. We komen dus geen stap dichter bij de slopers van de Yetagun. Er lijkt angst te heersen voor de sloopbedrijven. Dat merken we ook als we de volgende dag op pad gaan met Vandana, een Indiase journalist. Ze wil niet herkenbaar in beeld komen omdat ze bang is voor de gevolgen. Milieuschandalen aan de kaak stellen is risicovol in India. Bedreigingen en geweld tegen activisten nemen de laatste jaren sterk toe. Vandana belt met een vooraanstaande milieuactivist. Die kan ons misschien helpen om aan informatie te komen over de Yetagun. So, do you have any contact here whom we could speak to, whom you could recommend to us? Actually, they will not speak. They will not speak because of what reason? Sorry, I don't understand. Because of the shipbreakers, threat from the shipbreakers. Oh, so they're scared? Yes, no law gets implemented in Alam. Okay, so it's lawlessness that is the problem. Yeah. Actually, it's a mafia run industry. So you're saying that some very influential people are involved? Yes. It's not gonna work. So that leaves us with only one option. Sneaking. Sneaking in. If we plan to go and look for those workers, I could leave you outside alone, okay. And then I can go inside. Vandana zal 's avonds samen met onze chauffeur proberen om langs de controlepost in Alang te komen. Ze gaan op zoek naar arbeiders die op de Yetagun werken en die met ons willen praten. Wij wachten ondertussen buiten Alang tot ze terugkomen. वो तो मेरे को हम लोग को तो यहां है कहते ना आपको देते नहीं है लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो क्रू मेंबर है भूरिया लोग है वो बोलते हैं Na anderhalf uur komt Vandana terug. Het is gelukt om 2 mannen te vinden die hun verhaal willen doen. Maar ze durven niet herkenbaar in beeld. क्यों आपको डर लगता है ये सब बात अगर लीक हुआ तो कंपनी वाले काम से निकाल सकते हैं ये जाके चोरी छुपे पत्रकार से बात कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं ऐसा हो सकता है तो फिर हमको यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारे बीवी बच्चे जो हैं वो भूखे मरेंगे। Deze man werkt al 20 jaar bij verschillende sloopbedrijven in Alang. हाँ ये खतरनाक है पैर भी टूट सकता है कोई जल भी सकता है कोई मर भी सकता है क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो गुजर गए ये काम करते करते हाँ बहुत व्यक्ति हैं गुजर गए आपकी जान पहचान का कोई हाँ हमारे ही इधर का लोग ook de andere man werkt als slooparbeider is this the ship you have been working on yes he recognizes it so where did you work हम लोग और एक जगह है यहाँ रखी जहर उसमें से निकलता है उसके बारे में कि जहर का नाम क्या है ये क्या चीज है इससे क्या खतरा हो सकता है ये जानते हैं आप नो आई हैव नॉट बीन टोल्ड अबाउट एनी स्पेसिफिक सब्सटेंस पॉइजन जी नहीं नाम से We laten deze werknemer ook de opnames zien die met een verborgen camera op de werf zijn gemaakt.
ये आपको पहचान पा रहे हैं कौन सी जगह है? ये खड्डे है जहाँ मतलब फ्रेश कटिंग होता है उस जगह का सर। तो ये जो लोहा है वो उसी जहाज से आ रहा है जो आपने अभी पहले देखा? यस। De slopers bevestigen dat het staal op de beelden afkomstig is van de Yetagun. De arbeiders verhitten dat staal zonder enige vorm van adembescherming. Dat leggen we voor aan sloopexpert Blankenstein. Dan lopen deze mensen die lopen dit nu rechtstreeks in te ademen. Persoonlijke beschermingsmiddelen die je eigenlijk nodig zou moeten hebben voor kwik. Dat is hier absoluut niet aan de orde. Wat heeft SBM gedaan met de waarschuwingen in het rapport? Het antwoord op die vraag ligt in Indonesië. We spreken met bronnen die nauw bij het kwikonderzoek betrokken waren. Ze vertellen dat SBM de zaak in de doofpot wilde stoppen. We krijgen een e-mail in handen waarin SBM de opsteller van het kwikrapport vraagt om een kortere versie van het rapport te maken. En om de aanbevelingen voor het schoonmaken weg te laten. Waarom zou je iets verbergen wat een goed advies is? Waarom zou je rapporten tegenhouden die mensen kunnen gebruiken om mensen te beschermen? Dat zegt dat men de indruk wilde wekken dat er niet zoveel aan de hand was. En op die manier ook heel veel geld te besparen. We krijgen ook deze officiële formulieren toegespeeld. Volgens deze certificaten kan de tanker zonder risico's met snijbranders worden gesloopt. De documenten zijn ondertekend door een dochterbedrijf van SBM. Wat zegt u dat een dochterbedrijf van SBM hier zijn handtekening onder heeft gezet? Dat versterkt het vermoeden dat hier sprake is van valsheid in geschrift. Dus het opmaken van een vals rapport, samen met anderen. En vervolgens, het is niet zomaar opgemaakt, met de kennelijke bedoeling om het ook als zodanig te gebruiken. Verschillende bronnen die direct betrokken waren bij de sloop stellen bovendien dat er vermoedens zijn van omkoping. Ik weet dat op een gegeven moment ambtenaren hebben gevraagd om steekpenningen. Als je iemand genoeg betaalt, kun je alles voor elkaar krijgen. De Indonesische douane ontkent dat corruptie heeft plaatsgevonden. Kloppen de verhalen van onze bronnen? We willen SBM graag onze bevindingen voorhouden. Maar het bedrijf wil geen interview op camera geven. Dan doet zich toch een gelegenheid voor om de directie van SBM te spreken. Bij de rechtbank in Haarlem vindt namelijk een rechtszaak plaats die tegen het bedrijf is aangespannen. De klokkenluider die in 2014 de corruptie door SBM aan de kaak stelde, eist nu voor de rechter een schadevergoeding van SBM. We wachten tot de directie na afloop naar buiten komt. Mr. Shabazz, can I ask you something? Dutch television. Do you want to have lunch with us? That would be great. Okay, yes. Let's go. I have some questions about the Yetagun. We have reason to believe that SBM ignored an alarming report about high levels of mercury in the ship. Yeah, and that's not factual, true. It's not factual? We have measured those levels, and there has never been an exceeding of the levels in regard of the standards that are operated. We have reason to believe that SBM lied about the levels of mercury, sir. There is a report that we have corrected. There is no issue, and you know that. So we know there is an issue. Okay. Why did SBM expose Indian yard workers to these dangerous levels of mercury? I already explained to you. You are not factually correct, and we have all the information available to you, and there is no issue the way you describe it. Maar als we een afspraak willen maken om de informatie te komen bekijken, houdt SBM de boot af. Langskomen kan niet. We krijgen alleen deze brief van een inspectiebureau, waaruit zou moeten blijken dat de arbeiders geen risico liepen. Maar de bewijzen daarvoor krijgen we niet te zien. En op onze vragen over corruptie gaat SBM ook niet in. Have a nice day. Volgens SBM is er geen vuiltje aan de lucht. Waar is dat op gebaseerd? Uit e-mails die we in handen krijgen, blijkt dat SBM nog een onderzoek naar het kwik heeft laten doen. Volgens dat onderzoek zat er helemaal niet veel kwik in de tanker. En dus zou er geen enkel bezwaar zijn om het schip met gasbranders te slopen. Maar een direct betrokken bron verklaart tegenover Zembla:
Het was zeker geen goedgekeurde manier om onderzoek te doen. SBM zocht een manier om onder de zaak uit te komen en deed er alles aan om de kosten voor de schoonmaak te omzeilen. In een vertrouwelijke e-mail wordt SBM gewaarschuwd dat dit tweede kwikonderzoek misleidend, incorrect en potentieel gevaarlijk is. Maar daar lijkt het bedrijf zich niets van aan te trekken. Het heeft er alle schijn van dat het bedrijf niet goed uitkwam, dat dit schip zo verontreinigd was en zoveel kosten met zich mee zou brengen. Dus dat ze geprobeerd hebben om dat te verheimelijken door nieuwe rapporten te laten maken. SBM ontkent dit. De waarschuwingen waren afkomstig van een deskundige die SBM niet kende. Daarom wilde het bedrijf het kwik ook laten onderzoeken door een bureau waar het al langer zaken mee deed. Wat vindt u van die handelswijze? Ja, dat is niet te prefereren. Het eerste rapport is prima. Dus het blijft vreemd dat het tweede rapport gemaakt is? Het is curieus. In september vertrekt de Jetta Gun uit Indonesië. SBM verkoopt het schip aan een sloopbedrijf uit India. Volgens SBM zijn beide kwikrapporten aan de sloper overhandigd. Maar dan ontstaan er problemen. Het schip dobbert wekenlang voor de kust van Alang. De tanker wordt tegengehouden door de Indiase overheid. Die is getipt over het alarmerende eerste kwikrapport. De import van kwikafval is verboden in India. Dat is een absoluut verbod. Staat ook in de Indiase Milieuwet dat daar ook geen vergunning kan worden verleend. Het is absoluut verboden om kwikhoudend afval in te brengen. Het schip mag van India niet worden gesloopt. Maar dan, na anderhalve maand, wordt de tanker opeens wel toegelaten. De Indiase milieuautoriteiten geven, tegen de eigen regels in, toch toestemming voor de sloop. Of er betaald is voor die toestemming, dat weet ik niet. Er wordt nog wel eens een keer omgekocht in de wereld. Ja, je ziet de meest gekke dingen terug om overheden maar te pleasen. We hebben geen directe bewijzen voor omkoping. SBM en de Indiase overheid reageren niet concreet op onze vragen over mogelijke corruptie. Maar de Indiase milieuautoriteiten worden regelmatig in verband gebracht met steekpenningen. We gaan op zoek naar de eigenaar van de werf die de tanker heeft gekocht. Hij blijkt een kantoor te hebben in het centrum van Bhavnagar. Dit is de man die de Jetta Gun van SBM gekocht heeft. Sanjay Mehta. Een bekend figuur in de sloopwereld. Miljonair en eigenaar van 5 sloopbedrijven in Alang. We nemen het gesprek met Mehta en zijn medewerker in het geheim op. What do you want information? What I'd like to know were the high levels of mercury and were you informed about the first, let me know who said you the higher amount of mercury there? We have seen the initial report and it says very high levels of mercury. Right. I don't need to give you answers. No, you don't need to, but I'm frankly asking you, what did you know about high levels of mercury on the ship? I don't want to give any answer. Well, why not? If there's nothing why to hide. Not? Why? You are not my boss. Maar als we doorvragen blijkt Mehta wel degelijk van het kwik op de hoogte. Sterker nog, hij heeft nauw met SBM samengewerkt bij de sloop. I'm telling you, SBM is very nice company. You are lucky that company is in your country. So they are very worried for our Indian labor, and they are supporting us to how to handle this guy. So SBM people come here to? Yes, they visited here 3 times. SBM zou Mehta hebben geholpen bij het beschermen van de slooparbeiders. Het bedrijf zegt dat het veiligheidskleding en gasmaskers heeft verstrekt. De slopers waren getraind om met kwik om te gaan. Ook heeft een onafhankelijk bureau onaangekondigde controles uitgevoerd. Daaruit bleek dat er geen kwik is ingeademd. Aldus SBM. How did you clean the steel? Before cutting, we are checking there is a mercury or not mercury. Do you find this mercury? There is no mercury high level. They clean very well in this vessel. And if you want, I can give you the photograph of mass which we are using. Mehta heeft het over deze beelden. We zien werknemers die volledig ingepakt zijn in beschermende kleding. Ze dragen gasmaskers terwijl ze bezig zijn met het staal van de Jetta Gun.
Maar op onze dronebeelden zijn die gele pakken nergens te zien. We tonen de beelden aan de slooparbeiders die we spreken in Alang. So is this normal procedure? No. So what are we looking at here? To yahan pe kya ho raha hai? Ye to dikhavti hai. Jaise checking ke bisay mein hota hai, jab se checking aane wala hai to dikhavti hai sir. Checking sister checking aa raha hai to isme maloom ye sab hai ki pehle maloom ho jata hai. Usme sab ghusiya ho jata hai. To jab bahar se log aate hain check karne ke liye, tab kya aise suit woot aap log pehen lete hain? De volgende dag spreken we nog drie slooparbeiders die op de Yetagun werken. Ook zij durven niet herkenbaar geïnterviewd te worden. What would happen if your company found out about you talking to us? Natija kya hoga? Yehi hoga ki wo company se agar company log pata chal gaya, to yehi natija hoga ki wo kal se hisab kar denge. Interview mein V2 ka company ke vishay mein galat salva to bhi nahi rakhega. Is this a common situation? People doing work like this in yellow suits? Chicken bhi dete hain. Jo chicken aata hai hota hai. Baaki to phir bahar jata hai. De beelden van de slopers in gele pakken zijn in scène gezet. De kleding was alleen bedoeld om inspecteurs om de tuin te leiden. De slooparbeiders blijken niet eens te weten waarom ze de pakken precies aan moesten. Parak bisse talon ko aaj tak man jahaz to shuru se hum kaam karte aa rahe hain baki abhi ye parak humko malum nahi ki para se tha ki nahi tha. Kya jo company hai unhone aapko bataya ki is jahaz mein para hai aur aapko chetavni? Nahi, pare ke bare mein jab main tha to nahi bataya gaya mujhe. Deze sloper werkte op het deel van de werf waar onze geheime opnames zijn gemaakt. Op die plek draagt niemand een gasmasker. जब जैसे आप आती हैं वेरिफिकेशन के लिए या कोई भी टीम आती है तो उस समय सारे जो चीजें हैं सेफ्टी के फील्ड में क्योंकि आप फील्ड में आते नहीं हैं आपको ब्लॉक कर दिया. Hij vertelt dat hij dagelijks de giftige dampen inademt. जो सांस के अंदर लेने पे खांसी आती थी तरह तरह के अंदर हमें ऐसा फीलिंग होता था उल्टी हो जाती थी ऐसा ऐसा करके तो वोमेटिक टाइप में ऐसा महसूस होता है. We nemen opnieuw contact op met de eigenaar van de sloopwerf, Sanjay Mehta. Hallo. Mr. Mehta, you told us that you protected your workers against mercury. Yes. We talked to yard workers and they told us that it was all a fraud. Not right. Not right. Why are you doing it if it's so dangerous? Kya karein jab bacche hain pet hai to karna hi padega. Kyunki usme aisa hai hum log niche hain. Hum log niche hain dam. Door arbeiders in India bloot te stellen aan giftige kwikdampen heeft SBM mogelijk de Nederlandse wet overtreden, zegt oud-officier Biezenveld. En daar staat een strafbedreiging op van 12 jaar gevangenisstraf en een forse geldboete. Indien daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is. Met andere woorden, dan ben je strafbaar. Ook al doe je dat helemaal niet in Nederland, maar in India. Ja, onder de voorwaarde dat ze in het land waar die handelingen zijn verricht ook strafbaar zijn. En voor zover ik heb kunnen nagaan, is het ook volgens de Indiase regelgeving nodig dat je zorgvuldig omgaat met je afval. Onze site voor de hele reactie van SBM en voor meer informatie over de sloop van zeeschepen.